Met als thema Plant for Peace heeft de Stichting Surikorps vanmorgen in verband met Good Deeds Day 2018 op de Mulo Noordpoolweg enkele schaduwbomen geplant. Good Deeds Day wordt wereldwijd op 15 april gevierd. Daarbij worden vrijwilligers uit 93 landen aangespoord om goede daden te verrichten ten behoeve van mens en planeet. De acties in het Caribisch gebied worden onder het thema Plant for Peace uitgevoerd in de landen Haiti, Trinidad en Tobago, Sint Lucia, Jamaica en Suriname. Audrey Hankers, districtscommissaris van Wanica Zuidoost, gaf de leerlingen als boodschap mee dat ze ook hun sociale krachten aan de opbouw van ons land kunnen geven, net als Surikorps dat doet. Ze hebben deze school speciaal gekozen om schaduwbomen voor jullie te gaan planten. En dat lijkt het misschien gek, maar iedereen weet wat voor energie schaduwbomen met zich meebrengen. Wie kan me een voorbeeld noemen van het planten als je een boom hebt op het erf? Wat geeft een boom je? Wat geeft een plantje? Schaduw, behalve schaduw. Zuurstof, en dat hebben jullie nodig. We hebben frisse zuurstof nodig. En ik wil de stichting Surikorps dank je wel zeggen dat ze deze school hebben gekozen om schaduwbomen voor onze kinderen te gaan planten. Volgens Humphrey Dundas, voorzitter van Stichting Surikorps, hebben ze ondersteuning gehad van het ministerie van Regionale Ontwikkeling om dit project uit te voeren. En het werkt. We hebben meer dan 150, dichtbij de 200 vrijwilligers in ons bestaan. Mensen van verschillende pluimage. Ons doelgebied is dus milieu, onderwijs, gezondheid. Ons doelgebied, milieu, gezondheid, gender, onderwijs en cultuur. Tot zover Humphrey Dundas, voorzitter van de Stichting Surikorps. Hij sprak vanmorgen tijdens de herdenking van de Good Deeds Day 2018. De stichting heeft op de Mulo Noordpoolweg enkele schaduwbomen geplant.